In Ethe is dinsdagmiddag een struikelsteen geplaatst ter herinnering aan Frits Citroen. De Joodse inwoner van het dorp werd in de Tweede Wereldoorlog omgebracht in Auschwitz. Bij de sobere ceremonie waren nabestaanden en belangstellenden aanwezig. De Tweede Wereldoorlog is al zo lang voorbij. Er is toen voor onze vrijheid fel gestreden. Frits Citroen, hij woonde hier zeer nabij. Hij is door haat en geweld overleden. De Stolperstein, de struikelsteen is gelegd. Daarom gedenken wij. De steen werd geplaatst door de Duitse kunstenaar Günter Demnig. Hij reist door heel Europa om deze stenen te plaatsen. There are now 24 countries and 72.000 stones. Well, it's a small number in a way, but well, relatief it's a big number. Hoe is dit tot stand gekomen? Wel, de cultuurraad van toen de gemeente Aalburg heeft gemeend om in 2018, precies 75 jaar na nare gebeurtenissen, aandacht te besteden aan de ene kant het overlijden van Frits Citroen, weggevoerd, Joodse narigheid, en aan de andere kant twee Joodse jongetjes uit Amsterdam die in Ethe en Drongelen de oorlog overleefd hebben zonder hun ouders. Die jongetjes leven ook nog, maar na de oorlog bleek dus dat hun ouders en hun familie compleet zijn omgekomen. Maar het verhaal is dus eigenlijk van overleden en overleven. Citroen was een Joodse meneer die in het westen van het land woonde. En hij waande zich veilig in Ethe omdat daar zijn schoonzuster woonde. Hij dacht, ik ga mooi naar het land van Heus en Altena, veilig, weinig Duitse soldaten te bekennen. En dat ging eigenlijk de eerste jaren ook best goed, tot in 1942. Via een per ongeluk ruil van een paspoort, hij toch is opgepakt. De politie heeft hem 's morgens nog gewaarschuwd, zo van, let op Frits, vanmiddag moet ik jou komen halen, dat is mijn opdracht. Ten teken van, je zou nog weg kunnen vluchten. Maar Frits Citroen heeft, zoals zoveel Joodse mensen in de Tweede Wereldoorlog, gedacht, het zal me meevallen. Maar 's middags is hij opgepakt, naar Westerbork gebracht. Vervolgens in een afschuwelijke treinreis, kan niet anders, naar Auschwitz gebracht. Heeft daar een jaar nog gewerkt, of in ieder geval is daar gevangen gezet. En is daar omgekomen. Sommige mensen spreken over, is daar vermoord. Het is niet bewezen dat hij daar vergast is, maar is waarschijnlijk door ellendige omstandigheden omgekomen. Why do you do it? Oh, I don't know. I think that somebody has to do it. And I think it has to come from Germany. I think it's important. Hiermee is de ceremonie ter nagedachtenis aan Frits Citroen afgesloten. Wat goed dat jullie leerlingen van de Prins Willem-Alexanderschool zijn struikelsteen adopteren. Nu wordt zijn naam niet meer vergeten. Heel fijn dat u allen hier aanwezig wilde zijn. En vooral voor de familie Citroen is dit een emotioneel moment. Ik dank u allen voor uw aandacht en aanwezigheid.